Roddelpraat-presentator Dennis Schouten heeft naar eigen zeggen al enige tijd contact met een dame die een oogje op hem heeft. Zij heeft hem vorige week maandag screenshots gestuurd uit een groepschat waar ook Daisy Piras, de schoondochter van Marco Borsato, in zit. Daisy deelde in deze chat gevoelige informatie over Marco's misbruikzaak. Het Openbaar Ministerie kondigde nog op die dezelfde maandagmiddag aan dat ze de misbruikzaak rondom The Voice gaan onderzoeken. Het persbericht dat het OM stuurde hintte op een tweede aangifte tegen Marco, ditmaal afkomstig van een Voice-betrokkene. Daisy lijkt dit te bevestigen in de groepschat. Daisy zegt tegen haar vriendinnen, vandaag komt als het goed is in het nieuws dat er een nieuwe aangifte tegen Marco is gedaan. Weet er verder haar helemaal niks van af, maar dan weten jullie dat als eerste tranen van geluk. Dennis vertelt in zijn programma Roddelpraat dat uit de groepschat ook is af te leiden wie de aangifte tegen Marco heeft gedaan. Die aangifte die tegen Ali B is gedaan, die nieuwe. Diezelfde vrouw heeft ook aangifte gedaan tegen Marco Borsato, aldus de presentator. Hij vervolgt, er is één aangifte van dat 15-jarige meisje waarbij hij onder het broekje ging en dit is dus iemand anders. Dat is onbekend, maar die persoon is zowel door Ali B als Marco Borsato aangerand. Verder deelt Dennis nog zeer pikante informatie over Leontine Borsato, die bepaalde middelen zou gebruiken. Daisy is er woest over dat een van haar vriendinnen alles heeft doorgestuurd aan Dennis. Uit mijn beste intenties stuur ik in een groepsgesprek met alleen mijn beste vriendinnen dat er binnenkort weer gezeik aankomt, zodat ze zich voor kunnen bereiden op de domme berichten die ook zij ontvangen omdat ze bevriend zijn met mij, vertelt ze. Vervolgens zeg ik dat ze het deze keer als eerste weten, tranen van geluk, omdat ze het elke keer van anderen moeten horen en dat was natuurlijk knap vervelend. Als je denkt dat ik het grappig vind, alleen omdat je een emoji verkeerd interpreteert, er is weinig grappigs aan de hele situatie en ik had er absoluut geen zin in, evenmin als dit gezeik. Het kan er bij Daisy niet in dat een goede vriendin zomaar de media opzoekt. Een van mijn beste vriendinnen vond het nodig dat naar Roddelpraat te sturen. Dat iemand waar ik alles voor zou doen en ik zo hoog heb zitten zoiets doet, vind ik echt bizar. Even bizar als mijn andere beste vriendin die er rustig van af wist. En dan wel gezellig koffie bij mij drinken. Ze vindt het, zo triest, aldus Daisy. Beetje jammer dat je je beste vrienden niet eens kunt vertrouwen en dat terwijl je ze wilde waarschuwen voor gezeik. Hoef er verder ook niks meer over kwijt, maar het heeft wel echt mijn humeur verziekt dat ik mijn beste vrienden niet eens kan vertrouwen en dat is geen geheim.